kan ieder moment afgelopen zijn. Ik kan me niet meer opbeuren. Dat moet je niet zeggen. Je moet altijd proberen te troosten, ook al is het nog zo erg. Gisteren was hij ook heel slecht. Ja. Dat heb ik gewoon tegen hem gezegd. Kop op, jongen. Morgen is er weer een dag. Er zijn ergere dingen in de wereld, zeg ik ook wel. Een hele lijstje gemaakt van hele erge dingen. Noem ik er dan een paar van op. Ja, maar pas op, hè. Een mens heeft ook recht op verdriet tijdens zijn lijden. Ook een stukje machteloosheid ervaren. Ja, sorry, maar dan heb ik zoiets van, daar kan ik niks mee. Wat moet ik dan? Iemand die verdrietig is, die moet je in zijn baarden laten. Dan moet je dus niet aankomen met morgen is er weer een dag. Misschien vindt hij veel meer troost in de illusie van, er is op dit moment niemand zo erg aan toe in de wereld als ik. Het is vaak ook heel prettig de illusie te hebben dat er niemand op de wereld zoveel lijdt als jij op dit moment. En dat neem je niet weg met de huisdieren in New Orleans. Die hadden het ook niet makkelijk. Hoe wist jij dat dat op mijn lijstje stond? Ja, ik ken die lijstjes van jou. Verdriet is voor mij heilig. Dat moet je niet belachelijk maken. Aan één Paul de Leeuw hebben we meer dan genoeg. Maar wat is dan volgens jou dat puurste verdriet? Dat zoekverdriet waar ik niet eens bij mag troosten? Verdriet waarbij woorden tekortschieten. Vader Abraham heeft dat heel mooi gezegd. Dit is het einde, dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor. Tra-la-la-la. Tra-la-la-la. Ja. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Wat is dan verdriet? Huilen, tranen, weet je. Omdat je te kleine schoenen aan hebt. Nee, dat is geen goed voorbeeld. Een babyhertje. Babyhertje? Ja, een babyhertje. Loopt naast de moeder, springt de weg op. Dood, weet je. Laat ik het zo zeggen. Je gaat natuurlijk nooit van huis met het idee, we gaan een babyhertje aanrijden. Ja, want als je iets echt wil, dan lukt het niet. Het moet je overkomen. Je rijdt naar de Efteling. Of naar Six Flags. En dan zie je zo'n driehoeksbordje met zo'n hertje. En dat die dan ook echt springt en voor die auto komt. Dat het gewoon is afgelopen. Weer een dag. Er zijn ergere dingen op de wereld.